Ah, een nieuwe mooie dag hier in de Minecraft Survival. Echt prachtig hoe snel het is gegaan deze wereld, zeg. En wat doet dat portal daar? Die was hier gisteren nog niet. En eergisteren ook niet. Waar gaat dit naartoe? Zal ik erin gaan? Of zal ik het toch maar niet doen? Wat? Waar gaat dit naartoe? Ik snap het niet. Dit portal, ik heb het niet gebouwd en niemand anders is in de server geweest. Ik weet het zeker. Hoe kan dit? Oké, ik ga er gewoon in. Ja? Oké, 3, 2, 1... Wow, wat? Waar ben ik? Hè? Hoe kan dit? Is dit de Tower of Fame? Ja. Wat? Hallo, is hier iemand? Hallo? Waar zijn mijn spullen? Oh mijn god. Zijn dit al mijn spullen? Volgens mij zijn dit gewoon al mijn spullen. Ik snap het niet. Waarom zit ik hierin? Wat is er gebeurd met mijn oude wereld? Wat? Oké. Ik denk dat ik maar gauw even iemand moet halen om samen met mij hier gewoon even op onderzoek uit te gaan. Want ik snap dit niet hoor. What the heck? De mine? Gewoon alles. Alles is er gewoon, alleen in een andere seat lijkt het wel. Oké, ik ga gauw even iemand anders erbij halen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van de Minecraft Survival. En ik ben hier vandaag samen met... Acid! Acid, oftewel Nathan. En Nathan is een... Ja, ik ken jou pas 2 weken of zo, schat ik toch? Ja, zoiets. Ik ken je nog niet zo lang, alleen we zitten nou geregeld met elkaar in Skype. En doe natuurlijk alvast een duimpje omhoog op deze video. En laten we met z'n allen 500 likes hierop knallen. Het zou ik in ieder geval super chill vinden. Ik ga gewoon alvast... pak jij maar wat stuff hier uit deze chat. Ja, sure. Ik heb zelf hier ook al wat stuff. Ja, dit is natuurlijk allemaal... dit is allemaal precies hetzelfde zoals in de oude wereld. En dan vragen jullie vast af... Ties, waarom is er eigenlijk een nieuwe wereld gekomen? Nou, kijk, dat zal ik je eens even uitleggen. Dat is omdat de oude wereld, ik was er niet zo blij mee. Het was zo'n amplified wereld. Dat wil zeggen dat het, zeg maar, zo bergachtig of zoiets is. Oh, je hebt hem nou ook gemaakt. Ja. Maar dat het zo bergachtig is. En ja, ik vond dat net niks eigenlijk. Dus, ik heb nou gekozen voor gewoon een platte wereld. Ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben. Ik wil gewoon science maken. Maar goed, dat is eigenlijk gewoon de reden. Ik bedoel, ik vind dit wel leuker als je zo om je heen kijkt. Je hebt wat meer plaats om te bouwen. En alles is eigenlijk hetzelfde. Dus alle mensen die al in de vorige wereld op de Tower of Fame stonden, staan hier ook al op de Tower of Fame. We hebben net zoveel diamonds, net zoveel redstone en dat soort dingen. Dus ik ga alvast even wat mensen op de Tower of Fame zetten. En dan kan jij je ondertussen even voorstellen. Ja, is goed. Ik ben dus Acid. En zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben, ik ben een Belg. Ik zal proberen goed te articuleren, dat jullie me goed kunnen verstaan. Ik heb een beetje het West-Vlaamse accent. Ik woon aan de zee. Ik maak ook video's, geen Minecraft, gewoon random shit, Advanced Warfare, vlogs, praat shit, allemaal random dingen. Maar Minecraft werkt niet echt in België en ja, daarover gaan wij jullie zo meteen ook wat vertellen over de Belgische YouTube dingen. Wat er allemaal anders is in België en zo, dus ja, subscribe. Zoals jullie zien, ik heb die gekke Belg, Just Limburger, TGA Games en Mark Pieterman heb ik op de Tower of Fame gezet. Wil je nou ook op de Tower of Fame? Vergeet dat duimpje omhoog niet te doen en laat een leuke comment achter. En dan gaan wij gelijk beginnen met het eerste onderwerp en dat is de Belgische, gewoon het Belgische YouTube. Wat ben jij ook daar, ben je? We gaan doen, ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat we gaan doen. Dus misschien is het beste als we gewoon gaan minen en dan dat we de volgende afleveringen gewoon ergens met andere mensen misschien gewoon wat dingen gaan bouwen. Dus zullen we gaan minen? Ja, is goed. Heb je iron? Heb je wat iron voor me? Dus liggen iron tools voor jou in de chat. Maar goed, de Belgische YouTube community, hoe is het? Ja, het is anders. Je kan het niet echt vergelijken met de Nederlandse community. Jullie, heel stom voorbeeld, jullie kunnen Minecraft uploaden. Jullie kunnen veel minigames, survival, allemaal leuke dingen uploaden. In België werkt Minecraft niet echt. Als je wil groeien, een begin wil hebben op YouTube, een basis, snap je? Gewoon subs, wat support hebben, moet je met iets komen, iets speciaals, waarvoor mensen naar jouw kanaal komen. In België heb je ook nog niet echt grote YouTubers. Je kan wel zeggen dat België, weet ik veel, 5 jaar achter zit op Nederland, met support, met kijkers, met YouTubers zelf. Want, om een heel dom voorbeeld te geven, zonder te stoeven of zonder op te scheppen, de meeste van jullie kennen Castiop. Castiop heeft nu, denk ik, net iets meer dan 20.000. En Castiop is de grootste game in de Belg. En op de tweede plaats van gaming qua subs, staat Unagis met 2000 subs.
snap je het verschil? Ben jij een van de grootste Belgische YouTubers? Ja, ik ben de derde grootste Belgische YouTuber. Echt? Ja. Ja, maar als je in Nederland gewoon 2000 subs zet, dan ben je echt nog lang niet de grootste. Ja, in België is het is een beetje fucked up, want Castiop heeft ook, denk ik, iets meer dan 300.000 monthly views, wat echt... Ja, veel is voor wat hij maar uploadt. En dan op de tweede plaats heb je mij. Ik ben de tweede grootste qua views. Met net 30.000. Ja, is gewoon sick. Maar het is wel leuk. Je ziet dat de Belgische community aan het groeien is. Er komen steeds meer en nieuwe YouTubers bij. En ja, het is chill. Ja, heb je trouwens al wat speciaals gevonden? Nee. Ja, gravel. Ja, en stone. Ik zie nou ook al even. Ja, ik heb lapies. Maar ik kan het niet kappen. Dus... Maar het lijkt me aan de ene kant ook wel leuk om gewoon een van de grootste van je land te zijn, weet je dat? Ja, het is vet. Je weet zo, als ik zou verder kunnen blijven doen met... ja, wacht, kom je even. Er is hier lapis lazuli en ik kan het niet. Ik heb geen iron pickaxe. Heb je geen iron pickaxe? Nee, er was geen iron pickaxe in de chest. Echt? Nope. Oh, nou, dat is minder. Ja, dan zal ik even dit voor je hakken. Maar ja, wat je zei over Castiop, hij is natuurlijk groot gebruikt door een Nederlandse YouTuber eigenlijk grotendeels, toch? Ja, hij heeft veel subs erdoor gekregen. Natuurlijk ook omdat hij gewoon goed is. Hij is gewoon de beste game in de Belg. Maar hij heeft zelf ook, hij is heel vroeg begonnen. Want veel gamende Belgen, je moet weten, er zijn er al heel veel begonnen en gestopt. Mm-hmm. En ja, daarom, ze zijn gestopt omdat het niet echt vooruit ging. Je was met zo weinig... Waardoor het gewoon... Er was toch zeg maar ook zo'n grote Belgische YouTuber. Ik weet, hij is nou gestopt, maar hij had iets van 60.000 abonnees of zo. Made by Chef. Ja, hoeveel abonnees had hij dan? Want hij was echt heel groot. Hij had 35.000. Oh. Super lang geleden. Het was echt 2010, 2011. Toen hij 35.000 had. En hij was de eerste Belg die in contact kwam met de grote YouTubers van Nederland in die tijd. Dus ik denk wel Dutch Vlogs. Mm-hmm. Ja, die. En daar maakte hij dan video's mee. Maar hij is gestopt omdat hij was de enige in België. Dus het was heel speciaal. Het was voor iedereen die hem zag, het was van wauw, YouTube. ja, heel ongekend. Dus wat hebben ze gedaan? Ja, televisie heeft hem weggekocht. En hij werkt nu voor televisie. Ja, dat lijkt me... Heeft hij dat... Werkt hij nou gewoon bij televisie? Wat doet hij dan? Achter de scherm of zo? Of wat... Nee, je hebt een zender bij ons. VTM Kazoom. Dat is zo, een beetje Nickelodeon. Maar dan voor nog kleinere kinderen. Mm-hmm. En daar presenteert hij, helpt hij wat mee en zo van die dingen. Dus echt? Ja. Dat is best wel chill eigenlijk. Ja, is best chill. Maar het kut is, hij kan niet meer uploaden op zijn oude kanaal. Waarom mag hij dan niet? Dat snap ik niet. Omdat televisie heeft zijn rechten. Ze hebben rechten om van hem, om hem te gebruiken. Dus ze hebben het recht om zijn hobby gewoon af te nemen. Zeg maar. Ja, hij mag uploaden, maar niet met Made by Chef. Hij moet een volledig nieuw kanaal maken en shit. En daarover. Hij is nu, 18, 19. Oh, hij is nou ook al redelijk groot. Ja, maar hij is te oud om nu nog echt opnieuw te beginnen. En ja, hij zegt ook, ik heb nu een leven. Hij ziet het volledig al voor hem gewoon met televisie echt een carrière starten en zo. Ik herinner die Made by Jeff als gewoon een kind. Ik weet niet hoe oud hij was. Alleen... Ja, toen hij begon, hij was weer 13 jaar, 14 jaar. Toen hij gewoon de eerste filmpjes maakte. En echt, hij kon super goed editen voor zijn leeftijd. Was sick. Ik herken zijn filmpjes nog wel, man. Maar die staan niet meer online. Alleen ik keek hem vroeger wel eens. Toen... Ja, hij heeft een... dat is ook grappig om te weten. Zoals ik al zei, YouTube was heel erg speciaal voor Belgen. Daarom dacht televisie eerst... Wat nu als wij ook geld gaan investeren op een YouTube-channel? En daarmee bedoel ik, ze hadden hem dan een channel laten maken, VTM Kazoom Chef. Dat channel staat wel nog online. Als je Made by Chef intikt op YouTube, kom je op dat kanaal uit. En daar upload hij dan elke week één filmpje. En dat filmpje kwam dan ook op televisie. En zo konden kinderen die niet geen zin hadden om op een bepaald uur naar televisie te kijken, ook zijn filmpjes volgen. Maar dat had niet zo'n succes, dus... Ja. Dat is eigenlijk best wel een mooi verhaal. Alleen jammer dat hij eigenlijk gestopt is. Want anders, ik weet niet, dan zou hij echt wel groot zijn geworden nu. Ja, ging de Belgische community ook helemaal anders zijn. Want doordat hij was gestopt, kwam het ook niet echt bij kinderen in het hoofd om met YouTube te beginnen. Bij velen heeft het geholpen. Maar bij anderen was het meer van, ik weet niet goed wat het is. Waarom zou ik ermee beginnen? Ja. Maar nu komen ook heel veel Belgische YouTubers in contact met de Nederlanders. Die, sowieso. Ook met grote YouTubers in Nederland. En dan krijg je dat die ook gaan groeien. Dus de Belgische YouTube community heeft die begint nou echt te groeien. Dat zie je al. Die begint nu echt. Ja, die krijgt nu echt de boost die de community al lang nodig had. Ja. Oké, dan heb ik nog een ander onderwerp en dat is de kerstvakantie. En het is natuurlijk... Heb jij volgende week ook vakantie? Ja, ik heb nu al vakantie. Heb jij nu al vakantie? Ik had vandaag mijn laatste examen. En nu heb ik gewoon vakantie.
What the fuck? Oh, trouwens, ja, de toortjes zijn op. Oh, dat is even minder. Ik heb nog wat toortjes voor. Oké, kom even naar mijn gang. Ik ben trouwens een nieuwe pickaxe aan het maken. Ja, is goed. Ik heb hier al een soort van checkpoint gemaakt. Ja, had ik ook even gedaan. Bij de oventjes. Mijn iron was op, inderdaad. Dus ik heb eventjes een nieuwe pickaxe gemaakt. Is goed. Maar goed, kerstvakantie. Ga je op vakantie nog? Nope. In de kerstvakantie nooit. Nee? Nee. Nou, ik ga wel de tweede kerstdag of zo. Oh, ik ben achter je trouwens. Oh, de tweede kerstdag of zo ga ik naar Benidorm toe. Dus dat is ook wel chill. En dan ga ik daar ook lekker vloggen. Holy shit, dat zijn vol toortjes. Maar ja, de kerstvakantie. Ik heb me er wel op verheugd. Want ik vind kerst altijd een leuke tijd. Dat vier je altijd. Kerstmis in Benidorm. Nee, dat is gewoon de tweede. Ja, we vieren normaal nooit. Normaal vieren we gewoon kerst thuis. En dan gaan we daarna op vakantie. Alleen nu gaan we toevallig de tweede kerstdag naar Benidorm toe. Dus. Dat is even toeval. Maar ja, ik vind het wel echt een hele leuke tijd. Want ja, je bent gewoon lekker samen met vrienden. En voor sommige mensen is het ook gewoon vuurwerk afsteken en dat soort dingen. Ja. Stek jij vuurwerk af? Ja, sowieso. In België is vuurwerk niet illegaal. Nee? Oh ja, nee. Ja, je mag... in Nederland gaan ze altijd allemaal vuurwerk kopen in België. Ja, zie je zoveel. Maar het is gewoon leuk, want wat velen niet weten is... In België mag je alleen legaal afsteken wat je wil... Op kerst, op nieuwjaar. Op oud en nieuw. Echt? Ja, dus alleen gewoon, dan. Gewoon, wat is zeg maar het zwaarste? Want ja, heb jij een beetje verstand daarvan? Ja, niet echt. Ik heb, je kan zeggen vuurwerk. En dan is het echt van die dingen die ze hier in het stad, met het geld van het stad, op het strand afsteken. En dat is gewoon echt, ja, super groot, super duur. Maar wat wij kopen in de normale winkels, betaalbaar is voor gewone families, is gewoon, ja, zo tinderdoosjes. En dan heb je ook gewoon een doosje die je in je tuin moet zetten. En dan... Diamonds! Oh nee! Ja! Holy shit! Diamonds, lekker. Nice! Oh my god, gewoon uit het niet. Hier, iron, redstone en diamonds bij elkaar. What the fuck? Sick mate. Oké, ik heb 3 diamonds en boven liggen er nog 2, dus zijn we nou 5 diamonds. Dus dat is super chill. Ga jij nog anders wat speciaals doen met kerst? Ja, niet echt. Ik vind, je kan zeggen, ja, niet op reis gaan, saai. Nee, de kerstvakantie heeft zo'n speciale sfeer. Ik weet niet hoe het komt, heeft zo die warme kerstsfeer. Ja, klopt. Ja, dat is echt leuk om aan te denken. In de zomer heb je het dan warm en dan lig je op het strand en zo. Ja. Maar dan moet je eens denken, met kerstmis is het wel koud en zo buiten. Maar je zit lekker knus binnen met de kerstboom. Stel je voor, de zomervakantie was ook 2 weken en de kerstvakantie was ook 2 weken. Welke zou je dan leuker vinden? Moeilijk. Ik denk de kerstvakantie. Ja, sowieso. Hè. Zeker omdat ik woon aan het strand, ik woon aan de kust. Mm-hmm. En ja, ik ben een beetje beu gekeken op het strand. Ik ga niet meer zo graag naar het strand. Het is zo te uitgemolken. Het is te veel gedaan. Ja. Het is niet meer speciaal. Maar je ging dus wel vaak naar het strand. Ja, sowieso. Ja, bij mij is het echt maar... Nederland heeft een hele lange kust. En ja, ik heb dan... Ja, ik woon echt gewoon het verste van de kust af waar iedereen kan wonen, zeg maar. Ja. Dus ik ga niet zo vaak naar het strand. Maar ik ga meer naar het strand in Spanje of zo. Vind jij het al speciaal als je bij de zee bent en zo? Ja. Ik vind dat best speciaal. Maar goed, ja, verder... In de kerstvakantie ga ik nooit zoveel speciale dingen doen, behalve dat ik nu op vakantie ga. En dat vind ik super leuk! Benidorm, zijn daar niet zoveel oude mensen, maar echt oude mensen? Nou, valt wel mee. Dat dacht ik ook toen ik de vorig jaar naartoe ging. En trouwens, er staat nog een vlog van online op T-Scamp, mocht je die ooit willen zien. Was trouwens super slechte kwaliteit met mijn camera. Maar goed, ja, dat was eigenlijk wel alle onderwerpen. Ah. Dus laten we nog even doorgaan met mine. Ik heb daar straks trouwens... Yo, holy shit, kijk hoe snel je gaat. Kijk, helemaal daarachter is al waar ik diamonds vond. Holy shit. Dat gaat echt super snel. Maar heb jij nog wat speciale dingen gevonden? Ook geen diamonds of zo? Ja, anders had je het wel gemeld, denk ik. Ja, wat iron, redstone, basic shit. Boom! Oh my god, oké. Nou. Laat zeker in de comments achter waarover jullie Ties willen horen praten in de volgende afleveringen. Ja. Zo, onderwerpen zoals nu, Belgische YouTube community kerst. Laat zeker jullie onderwerpen in de comments en dan ja, wordt gewoon top. Ja, want ja, deze Minecraft Survival is niet zo van, oh ja, nu ga ik even deze redstone hakken, man. Leuk. Nou nee, wij doen gewoon een beetje onderwerpen bespreken en gewoon een beetje gezellig doen. En dat vinden jullie super leuk, dus ik vind dat ook hartstikke leuk. En laat ook even gelijk achter wat jullie van de nieuwe map vinden. Of vinden jullie dat ik toch terug moet gaan naar de oude? Ik vind lava. In ieder geval leuk. Lava. Lava? Ja, als je recht naar voren gaat, ga je waarschijnlijk zo meteen een, mine even door de muur. Kom je bij mij uit. Ik kom eraan. Als het goed is, zit hier ook lava. Oh, wauw. Mijn pickaxe gaat kapot. Oké, ik kom even naar jou toe. Ja, oppassen. Is hier een grot dan? Ja, ik denk het wel. Wacht hoor. Maak even dicht. Oké, maak maar even dicht inderdaad. Mijn pickaxe is alleen kapot, dus jij moet even voorgaan. Ja, is goed.
Alleen jij hebt nog niet zo heel veel waardevolle spullen. Ik heb net wat diamonds. Hier is er wat iron. Ouch. Nou, dit is niet echt een hele grote cave of zo. En aan de andere kant, hier is een lava river. Dus. Ja, misschien zit aan de andere kant van de lava rivier iets. Maar mensen, ik ga de aflevering afsluiten. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan zeker weten dat duimpje omhoog niet te doen. En vinden jullie Nat dan nou ook een geile gozer? Ga dan zeker weten op zijn kanaal abonneren. En ja, ga gewoon eens vooral ook rondkijken op de Belgische YouTube community. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer in een nieuwe video. Ciao. Zeker een duimpje omhoog. Ciao.